Geen blokkades misschien, maar voor een lang en gelukkig leven is meer nodig. Intimiteit bijvoorbeeld, of even lekker knuffelen. Maar sinds corona is dat niet meer zo vanzelfsprekend. Wilma Wammes in Tricht biedt een uitstekend alternatief. Knuffelboerderij, zei ik! Oh, heerlijk. We gaan knuffelen. Yo. Hallo dan. Hi. Gaan we doen wat ik denk dat we gaan doen? Vertel. Gaan we de koeien omarmen? Ja, ja. Dat gaan we doen. Hallo. Dag, ik ben Willem. Hallo, en ik ben Wilma. Wilma. Hallo, nou, kijk eens. Wat leuk. Dag Frans. Hallo. Hoi. Frans, ik ben Wilma. Nou. Hij zei het. Hij zegt, we gaan koeien knuffelen of zoiets. Echt waar? Ja. En waarom? Waarom dacht je dat? Nou, ik zag die grote stal van afstand. Ik denk, nou ja. Ik ga jullie meenemen. Nou, is goed. We gaan knuffelen met de koeien. We gaan eventjes lekker de boeren uithangen. Nou, kijk, daar komen we bij de kraamafdeling. Daar komen we bij de babykalfies. Hé, hey, en daar staat, wie is dat? Ja, daar staat, ja, dat is mijn man, dat is Gerrit. Dat is de boer. Gerrit de boer. Dat is de echte boer. Goedemiddag, Gerrit. Goedemiddag, Gerrit. Nou, Gerrit, ze komen even bij de kalfies kijken. Nou, we hebben hier een superlief klein, dat is echt een inimini kalfie. Dat is kalfje Chantal. Chantal. Elk kalfje dat hier dat geboren wordt, bij elke boer, heeft een naam. Maar dit is Chantal. En waarom Chantal? Nou, omdat we hier een stagiaire hebben. Ja. En die was bij de bevalling. En toen zeiden we van, nou Chantal, dit wordt Chantal. Ah. Het is een meisje, daar mag je lekker bij gaan zitten. God, maar in het hokje zitten. Ja. Ach, wat een jonge dame. Hey. Kijk eens, dan beginnen we met de kleintjes. Ah, dit is toch te gek. Hier, oh, dat vinden we nog lekker ook. Kijk eens. En zo ontwikkel je eigenlijk een knuffelkoe. Die krijgt van kleins af aan heel veel aandacht. Dit is Marjolein. Marjolein. Dit is Marjolein. Kom eens, Marjolein. Nou, Marjoleintje. Hé, hey, hallo. Hey. Kijk. Marjolein. Hallo. Hey, Wilma, en hoe oud is Marjolein? Marjolein is 1 weekje oud. Ja? En Chantal ook, 1 weekje oud. Die zijn daags na elkaar geboren. Goh, man, hartstikke leuk. En dan met zo'n worm, zo'n klein kalfje. Prachtig. Nummer 440. Marjolein. Ja, kalfje. Ach, dat is allemaal... Weet je, in deze hele aflevering gaat het een beetje over bij jezelf blijven. En ja, voor mij is dat ook een beetje bij de beesten blijven, weet je wel. Niet te moeilijk doen. Het eerste kalfje dat hier werd geboren... En er was nog een te vroeg geboren kalfje ook. Die heette Wilma... Ja. En die hebben we met een fles. En dat moest 4, 5 keer op een dag. Want er was echt 2 maanden te vroeg geboren. En ik vond dat zo leuk, joh. En naarmate dat kalfje dus zeg maar groeide en groter werd. Ja, die was natuurlijk super gewend om allemaal aandacht te krijgen van mij. Maar eigenlijk is het zo van, al die kalfjes die geboren werden. Die kregen gewoon heel veel aandacht van mij. En wat gebeurt er dan? Ja, dan krijg je aanhankelijke dieren. En wat krijg je dan? Knuffeldieren. Ze kennen jij jou na een dag of twee en dan zeggen, oh, dan komt ze aan. En hup, dan komen ze omhoog en gaan ze springelen met die kontjes dansen, weet je wel. Ja. Nou, maar je krijgt ontzettende aanhankelijke dieren. Maar er komen op een gegeven moment mensen en die zeggen, Wilma, kunnen we bij jou een koe knuffelen? Ik denk, ja, ik zeg, als je dat wil, kom maar. Ja, dat kan. Ja. Nou, en zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Zichzelf, aan zichzelf? Gewoon uit zichzelf, want daar heb ik niks voor gedaan. Gewoon helemaal niks. Ja, gewoon mezelf geweest met, ja... Hoe dat je met die dieren omgaat. Ja, wat doet het met mensen? Het is ontzettend mooi. Wat wij hier meemaken, wat we ervaren, had ik nooit kunnen bedenken. Ik zie nu aan jou dat jij al helemaal zen aan het worden bent. Ik ben helemaal zenang. Helemaal dat, goed. Dat. Nou, en weet je, de lichaamstemperatuur van een koe... Die voel ik. Dat. En daar word je helemaal ontspannen van, daar begint het mee. De ademhaling van een koe... Daar ga je onbewust in mee. Het is super
rustgevend. Quality time. It's your time. Ik trek me terug. Ik ben aan de andere kant van de muur. Jo, blijf lekker liggen. Doe je ogen dicht. Dit is jullie moment. Dat. Het is gewoon voor mens. Voor mens, maar ook voor dier. Want je zag het met het kleine kalfje al, hè? Mm-hmm. En deze ook. Ze vinden het gewoon fijn. Aandacht. Ja. Mensen vinden aandacht fijn. Dieren vinden aandacht ook fijn. Bijna gaat het eentje wandelen. Niet schrikken, gebeurt niks. Ik schrik niet. Laura, waar gaan we naartoe? Ze gaat poepen. Gaat ze poepen? Heb ik weer. Die van mij moet weer nodig poepen. Dat heb ik ook. Als ik relax, dan komt er wat vrij. Het is een immens ding, hè? Zo'n koe. Ik weet niet hoeveel kilo dat ze zijn, maar... Ja, de meiden ging staan. Typisch heb ik weer zo'n koe die dan weer de benen neemt. Maar ja, het is niet anders. Dit is wel... dit is top. Helemaal goed. Wat een belevenis. Wat een kolossaal dier. Wat een... Ah, prachtig. Ja, een beetje met de koeien in de stront zitten. En dat kun je mij wel een dag laten zitten. Dat vind ik wel lekker. Er gebeurt niet veel en er gebeurt van alles.